Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag, jongens... Engelhorrortijd. Vandaag ben ik wat engs aan het doen, jongens. Ik ben helemaal alleen en ik ga in een huis waar een geest blijkt te zijn. En mijn doel is om uit te vinden welke geest het is, wat voor soort geest het is. Het kan een demon zijn, het kan een wraith zijn, het kan een poltergeist zijn, het kan van alles zijn. Ik heb een lasertje waarmee ik meet of er geestactiviteit is. Ik heb camera's, een zaklamp. Een boekje waar ze mogelijk in kunnen schrijven. Ik heb van alles. Het was echt niet leuk. Het was gewoon niet leuk. Veel plezier met kijken. Doe maar even een duimpje omhoog. Bij 2000 likes ga ik iets doen. Dat hoor je ook in de video. Dus zoek zelf maar uit wanneer. Veel plezier met kijken. Ik vond het niet leuk. Ik ben echt een idioot dat ik dit doe. Ontdek wat voor soort geest het is. Reinig het gebied met een smudge stick. Laat de lid van je team getuigen zijn van een geestevenement. En laat de geest door zout lopen. Zijn naam is Charles Jones. Oké. Zaklamp. Camera, metertje. Beginnen we daar maar mee. Oké, ik ben ready. Ik weet niet waarom ik dit doe alleen. Voor de duidelijkheid, jongens, ik ben alleen. We gaan het een horrorhuis in. En daar gaat hij sowieso een geest of zo zijn. En ik weet niet waarom ik dit doe. Maar ik dacht, leek me wel een leuk idee. Nou. Hallo. hallo. Eerst even het licht aanzetten. Ik wil niet dood. Ik wil namelijk nog niet dood. Oké, laten we de camera op een goede positie plaatsen. Zo, hoppakee. Dit vond ik een mooie positie. Hij staat aan. Laten we even gelijk kijken in de bus of hij goed staat. Oké, terwijl ik daar was, was de activiteit al op 6. Hij, a.k.a. die fucking bully ghost, weet ik voor wie er is. Die was al gelijk mad of zo. Mad dat ik daar was. Oh, crap. Hij is echt insane in activiteit. Holy crap. Wat een madman. Dan gaan we het boekje neerzetten. Die gaan we meenemen. Doen we die aan. En dan gaan we nog een keer naar binnen. Want hij was nog niet actief genoeg. Hij moet meer activiteit hebben. Nee. Dat was een grapje. Ik bedoelde het niet serieus. Oké, jongens. Nou is het doel van het spel, voor als je het niet weet, is... Er is hier een geest binnen in het huis. En ik moet uitzoeken wat voor geest het is. Dus ik heb een boekje bij me. Ik heb van alles en nog wat heb ik bij me. Om te gaan zoeken wat voor geest ik mee te maken heb. Wat voor kijk met... Wat voor, ja, welkom. Kijk, ik ben tenminste welkom. Is anyone home? Hello? Oké, nou, ik heb een boekje voor hem. I have a book for you. You can write something in the book if you want to, you know, talk to me. I'm a friendly guy. Ik moet in het Engels praten naar hem, anders hoort hij me niet. So, take the time writing in the book. I'll be waiting in my bus. Nou jongens, ik ga helemaal geen boekje schrijven. Ik wil niet verder naar binnen. Ik ga kijken of er activiteit was in de meanwhile dat ik hier hartstikke leuk mijn boekje heb geplaatst. Nou, er is echt letterlijk nu activiteit op 5. Dus laten we op de camera kijken. Of wij het zien. Misschien zien we wel iets dat in het boekje geschreven wordt. Oké, dit is in mijn eentje is het gewoon niet leuk dit. Dit is gewoon niet leuk in mijn eentje. Ik vind het gewoon te eng. Oké, hij piekte hem op 7 of 8 hier, zie ik. Dus hij is eventjes geweest. Misschien heeft hij oprecht iets in het boek geschreven. En hij is nu op 3. Want dit betekent zeg maar... Als hij op 0 is, betekent dat de geest niet actief is. En als hij op 10 zit, betekent dat ik basically doodga. Dus laten wij weer naar binnen gaan. Op hoop van zegen dat ik niet doodga. Ja, laten we kijken. Ik vind het niet leuk. Nou jongens, daar gaan we. Hello? I hear footsteps. I come in peace. Do you want me to leave? Ik vraag of ik weg moet. Ik wil best wel graag weg. I have a book for you. You can write something in the book. Talk to me. Ik hoor nog niks. Ik zie ook nog niks. Ik heb wel alle lichten aangedaan. Er was activiteit. En ik hoor voetstappen. En ik ben alleen. En ik vind het niet leuk. En ik vind het zeer zeker absoluut niet leuk. Oké. Weet je wat? Weet je wat? Hier. Can you give me a sign? Give us a sign. Please. Oké, ik vraag of je me een teken kan geven, jongens. Oké. Alright, that's enough. De lichten gingen uit. Alright, thank you for the sign. Oké, that's enough. Dat is goed genoeg voor mij. Goed genoeg voor mij dat het licht uitging. Oké, ja. Good enough for me. Nee, klaar. Ik speelde dit laatst in mijn stream. En dan speel je met z'n vieren. En dan kan je nog kutten en lachen en joken. En nu ben je gewoon in je eentje. Dan is het gewoon niet meer leuk. Ik moet iets doen. Ik moet het stroom aanzetten. Want het stroom is uitgevallen. Echter vind ik waarschijnlijk het stroom in de kelder. Dus ga eerst even checken of ik het licht moet flikkeren. Of hier wel überhaupt aan kan. Mijn doel nu is om in dat huis het licht aan te krijgen. Maar dan moet ik dus de kelder in, zoals ik net zei. Nou, boys. Let's go. We gaan gewoon de kelder in. Oké. Nou. Of is het licht al aan? Nee, het stroom is er echt af. Oké. Goeiedag. Makkers van plakkers. Ik heb nu 100k. En dat ging met gemakkers. Ik ben niet te stoppen. Ik ga de kelder in. Ik ben de leukste streamer. Ik wil dit niet. Waarom doe ik dit? Voor wie doe ik nou zo leuk? Voor wie ben ik nou zo leuk aan het doen? Voor wie maak ik nou deze content? Oh mijn god. Waar is de stroom?
Dit vind ik niet leuk. Dit vind ik niet leuk. Dit is absoluut zeer zeker niet leuk. Zeer zeker niet leuk. Oh. Stroom, waar ben je? Stroom is niet eens in de kelder. Stroom is niet eens in de kelder. Waarschijnlijk... Jezus, man, Mina. Dat is een pop. Oeh. Oké. Waarschijnlijk is de stroom niet in de kelder, maar in de garage. Oké, ik ben voor niks naar de kelder gegaan. En dat vind ik gewoon niet leuk. Ik ben het hier gewoon niet mee eens, jongens. Ik ben het gewoon niet eens met het huidige thema van deze video. Ik vind roleplay veel leuker. Roleplay is vele malen leuker. Waar is het stroom? Waar is het stroom? Ja, stroom. Oh. Oké, jongens, we gaan roleplayen voortaan. We gaan niet meer... We gaan geen horror meer doen. Klaar. Einde. Het licht is aan. We hebben het licht aangekregen. Oh, Jesus Christ. Oké. Nou, doen we het licht aan. Oké. Oké, we moeten activiteit zien te krijgen van hem. We moeten activiteit zien te krijgen. Oké, maar niet te heftige. Ik wil niet te... Oké, daar is het stroom er ook weer op. We hebben een sign gekregen. That's fine. Licht is aan. Ik ben weg. Tot ziens. Oké, ik heb nog geen activiteiten gemerkt met mijn bliepapparaatje. Dus ik moet kamers gaan controleren. Kijken waar ik mogelijk activiteit van de geest kan vinden. Ik heb namelijk wel activiteit gehad in de main woonkamer dus. Maar ik heb meer activiteit nodig. Ik wil weten of mijn EMF-lasertje, die ding dat ik in mijn handen heb hier, of die afgaat. En ik moet een gebied reinigen met smudge sticks. Oké, dus we gaan kamers af. En ik moet nog wat bij me hebben. Wat kan ik nog meer bij me hebben? Mijn cameraatje misschien. Laten we mijn camera meenemen. Ja, dan mogelijk als we iets zien kunnen foto's maken. We gaan gewoon langzaam kamertjes af. Het is gewoon een huis waar niks aan de hand is. Het is gewoon een vredig huis. Hij wil niet praten met me, want hij heeft niks op het boekje geschreven. Wat niet erg is. Maar dat komt omdat ik het boekje ook op een random plek heb geplaatst. Laten we die sowieso... die houden we aan. We hebben een beetje geluid. Vind ik ook niet zo erg om een beetje geluid te hebben. Laten we in ieder geval maar gewoon gaan spieken. Oh, waarom is dit zo niet leuk? Waarom is dit spel... zo kut eigenlijk. Wie heeft dit spel bedacht? Wie heeft bedacht, laat ik dit maken. Oké, deze kamer. Ik doe ook gewoon achter me de licht uit. Dat ik niet te veel licht aan heb. Oeh. Wat ontzettend naar. Zo, zie je iets? Geen activiteit in deze kamer. No activity in this room. Prima. We gaan gewoon nog niet met hem praten. Ik hou gewoon nog even mijn mond stil. Mijn mond dicht. Tegenover hem dan. Tegenover de geest. Oké, hier heb je ook nog een gang. Ik ben wel eens eerder in dit huis geweest. Oké, deze deur staat op een kiertje. Goed om te weten. Het licht is al aan. Dit staat ook op een kiertje. Misschien moet ik eigenlijk... Oké, vriestemperatuur. Oké. Vriestemperatuur. Deze kamer is heftig. Oké. Licht, deur dicht. Oeh. EMF level en vriestemperaturen. Oké, niet leuk. Zeker niet leuk. Zeer zeker niet leuk. Oh, mijn god. Voor wie doe ik zo leuk? Voor wie doe ik dit? Waarom ben ik dit aan het doen? We hebben de kamer gevonden. Vriestemperaturen. Schrijf het even gelijk op. Nee, de radio gaat aan. Ik ben bang. Ik wil naar huis. Ik wil nu naar huis. Ik ben helemaal zat. Klaar, einde. Oké, laten we opschrijven in het boekje. Geen EMF5. Die hebben we zeker niet gehad. Hij doet wel radio's aan. Vriestemperatuur. Ah! Ik hoor geen voetstappen. Dat is ook een ding. Oké, 2. Hij piept op 2. Oké, het vriest. En hij piept. En ik hoor een voetstap, jongens. 100%. 100% hoor ik een voetstap. Weet je wat? We gaan gewoon weg. Oh mijn god, het is het donker. Oh mijn god, wat is het na dit? Ho! Oh. Nee. Klaar. Einde verhaal. Einde bericht. Leuk is het zeker niet meer. Oh! Waarom? Wie doet dat nou? Waarom moet je in mijn oren schreeuwen? Oké, klaar. Motherfucker. Ik ben nu weg. Ik ben loose. Ik ben gone. Ik ben pleiten. Einde verhaal. Ik vond het heel gezellig in het geesthuis. Maar ik vind het niet meer leuk. We gaan wel een andere keer verder. We praten wel een andere keer weer, geest.
Geest, we zoeken het uit. Weet je wat? Hij heeft een fijne dag. Geniet ervan. Geniet ervan. Je mag je huis houden. Ik hoef hem niet. Ik vind het niet meer leuk bij jou. Nee, nee, nee en nog eens nee. Ik ben helemaal klaar met dit huis. Ik ben helemaal klaar. We hebben... Oh. Oké, ik ben in ieder geval getuige geweest van een geestevenement. Oh. Oké, vriestemperatuur. Ik gok ook. Nou, geen lichtbollen. Camera is dat ook dus poep. Dat is ook een ding. Mijn verstand is ook op de helft. Hoe lager je verstand, hoe makkelijker die aanvalt, jongens. Oké, jongens. Dus vriestemperatuur. Wat hebben we nog meer? Lichtbollen niet gezien. Geestschrift doet hij niet. EMF level 5 was het net niet. Maar dat kwam omdat ik ook niet dichtbij zat. Hij staat wel op 4 volop. Dus wie weet. EVP-apparaat staat dat radio. Maar hij zette de radio aan. Dus ik denk dat hij wel wilde communiceren. Dus ik gok EVP-apparaat. Dus dan kan het een Wraith, een demon of een Marus zijn. Ik hoor af en toe voetstappen. Oké, een Wraith is een van de gevaarlijkste geesten die je zult vinden. Het is ook de enige bekende geest die kan vliegen. En waarvan bekend is dat hij soms door muren reist. Oké. Unieke sterke punten Wraiths raken bijna nooit de grond. Wat betekent dat het niet kan worden gevolgd door voetstappen. Ja, ik hoorde bijna geen voetstappen. Echt bijna geen. Maar heel soms hoorde ik een krak, krak of zo. En ze reageren giftig op zout. Vingerafdrukken, vriestemperaturen en EVP-apparaat. Ja, ik kan nog gaan checken andere dingen, maar wil ik dat wel? Wil ik wel nog naar binnen? Dat is zeg maar de vraag. Wil ik nog wel naar binnen? Ja of nee? Ik zeg namelijk nee. Ik ben daar gewoon helemaal klaar mee, weet je? Maar ik moet nog het gebied reinigen op zich. Ik moet het gebied op zich nog even reinigen. Misschien dat wel een verstandige keuze kan zijn. Maar ja, ik moet die smudge stick. Ik ga eens proberen wat het doet. Kijk, daar rookt hij. Oh. Oh, nu is hij gebruikt. Kut. Ik heb de smudge stick verpest, jongens. Nee. Oké, ik ga nog één keer checken op geestenschrift in de fucking woonkamer. Verder dat gaan we niet. Maar ik ga checken in de woonkamer op geestenschrift. Ik neem mijn camera mee. Voor het geval dat hij toch wil praten tegen me. Hier, die mag je houden. Oké. Ik ga huilen. Nou jongens, dan gaan we. Op goed geluk. Goed geluk. Het stroom is er al af. Hoe heet die paupergeest ook alweer? Oh, hoe heet hij ook alweer? Charles Jones. Charles Jones. Dat is zijn naam. Charles Jones. Dat is het laatste wat ik doe en dan ben ik klaar. Dan ben ik klaar. Ik ga echt niet nog een keer dat huis in. Dat huis gaan we zeker niet in. Charles Jones. Charles Jones. Het is de laatste keer dat ik dit doe, jongens. De laatste keer. Oh. Alright. Komt-ie. Hello. Do you want to write something in the book? I have a book for you. Charles Jones. Can you write something in the book? I come in peace. Please. Oké, jongens, ik heb het daar nog gevraagd. Charles Jones. Can you write something in the book? Charles Jones. Charles Jones, show yourself. Show yourself, ghost. I'm not scared. Ik ben wel echt bang. Ik ben wel scared. I'm not scared, you are. I am not scared, you are. I am not scared, you are. Dat hou ik mezelf wijs. Charles Jones. You're a piece of shit. Oké, nou, niks, jongens, niks. 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 Zoek het dan maar uit, lul. Zoek het dan maar uit. Weet je wat? Ik ben het klaar. Ik ben er klaar mee. Ik ga gokken wat het is. Hij liet zichzelf ook niet zien. Hij had er geen zin meer in. Nu gaat hij activiteit tonen. Nu gaat hij wel activiteit tonen dat ik weg ben. Letterlijk dat ik weg ben. For real, man. Are you for real? Nou, weet je wat, jongens? Ik ga gokken. Hij gaat geen geestenschrift doen. Een demon heeft geestenschrift, dus dat kan het niet zijn. En ik moet kiezen uit een Wraith, Mare of demon. Dus een Wraith of een Mare gaat het zijn. Demon kan het niet zijn, want geestenschrift doet hij niet aan. Mare, lichtbollen, vriestemperatuur en EVP. Ja, dat gok ik die. Of een Wraith, dat is vingerafdrukken, vriestemperatuur en EVP. Die woonkamer is gewoon geen goede plek om met hem te praten. Maar ik ga niet dieper het huis in. Ik ga niet nog een keer dieper dat huis in. Dat ga ik gewoon niet doen. Als deze video 2000 likes haalt, 2000 likes doen we, dan ga ik een keertje nog verder. Ga ik gewoon meer doen. Dan ga ik gewoon een nog enger huis pakken. Want dit vind ik gewoon niet leuk. Ik kan je gewoon niet tegen, jongens. Oké, dan. Ik hoorde Wraiths raken bijna nooit de grond. En een Mare. Een Mare heeft grote kans om in het donker aan te vallen. Nou, hij maakt het wel telkens donker. Ik gok. Een Mare. Ik ga het wel gokken. Zo, meer een Mare. Helemaal top. Zoek het uit. Ik ben weg. Hier heb ik het goed. Ja of nee? Oeh, dit was veel te naar. Oeh, ik heb het warm, joh. Nee, het was wel Wraith. Oh, ik was zo klaar. Ik had toch voor vingerafdrukken moeten gaan, jongens. 2000 likes en ik ga het nog een keer doen. Maar dan ga ik gewoon verder en dan ga ik nog meer doen. En dan ga ik gewoon zorgen dat ik misschien zelfs de gang erbij heb. Of het moet juist alleen zijn. Dus zeg maar, 2000 likes en moet ik dit volgende keer weer alleen doen. Of met de gang, dus dat is met Mace, Jordi en Piet waarschijnlijk. En Bram. Dus laat het weten. Ik had een fout. Wat zet. Oh, ik zat wel heel dichtbij. Dat was overrated of een Mare. Maar het was toch. Ik had toch voor die niet-voetstappen moeten gaan. Want ik hoorde één keer een voetstap of zo. Dat was voor mij genoeg om te zeggen: ik hoor voetstappen. Ah!